ben Leroy. En ik ben Rens. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. Je houdt je telefoon horizontaal en probeer altijd in de camera te kijken en niet naar jezelf in het schermpje. Niet hier, maar daar. Ja, heel goed. En dan heb ik gelijk een leuk trucje, kijk. En in één keer zitten we in de auto. En dan zitten we in de auto. Nee, we gaan inderdaad naar Kasteel Tongelaar. Kasteel Tongelaar. Ja, en als we het dan hebben over een goed leven, lijkt dat mij gewoon een toplocatie. Zeker. We moeten eens even kijken waar we hier zijn. Prachtig toch? De binnenplaats van Tongelaar. Dan gaan we nog even een mooi rondje draaien. Laat ze het even zien. Geweldige grote boom in het midden. Mooie kerstlichtjes rond deze tijd. Het is niet alleen buiten mooi, maar ook hier binnen. Kijk, we beginnen hier al in de torenkamer. Nog echt het oudste stukje van het kasteel, het originele stuk ook nog. Prachtig om te zien. En dit noemen ze de geschiedeniskamer. Hier vind je eigenlijk alles, als je naar deze vitrine zal gaan kijken, alle spullen die hier op de locatie zelf gevonden zijn. En we lopen nu rustig naar de zaal waar je lekker kunt zitten voor een hapje of een drankje. Leroy. Ja. Wauw, kijk, is er blij. Ja, een lekker worstenbroodje. En ook nog een heerlijk biertje. Een biertje erbij besteld. Ik bedoel, als we het over een goed leven hebben, dan is dit toch het perfecte voorbeeld, of niet? Zeker. Zullen we erop proosten? We proosten erop en we gaan even genieten. Yes. Cheers. Denk jij nou ook een leuke vlog te kunnen maken over wat een goed leven is in het land van Kuik? Laat het vooral weten, want een goed leven is op zoek naar mensen die dus een vlog willen maken over hun mening van een goed leven in het land van Kuik. Wij wensen jullie een fijne dag verder. Ciao.